15 september 1796 werd voor het eerst in Nederland een echtscheiding uitgesproken. Sinds 2010 wordt elk jaar op de tweede vrijdag van september de dag van de echtscheiding georganiseerd. De dag van de echtscheiding is bedoeld om mensen die meer informatie willen over de scheiding of nog aan het twijfelen zijn te informeren en te helpen. Ook wordt er informatie gegeven over de situatie tussen ouder en kind en de obstakels die een scheiding met zich meebrengt. Bij ons aan tafel is aangeschoven Sandra Dekker. Zij is mediator en zij helpt echtparen die in scheiding gaan of zijn. Om daar op een mooie, nou misschien niet eens op een mooie manier, maar op een nette manier uit te komen. Zeg ik dat goed, Sandra? Heel goed, absoluut. Ja? Ja, op een mooie manier, maar ook op een zachte manier, zodat je nou ook weer verder kan na je scheiding. Dat je echt ex-partners bent en ook weer samen ouders kan zijn. En soms dat proces van scheiden is dat even lastig. Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja. Nou is het zo dat wij in Schiedam ook meer mensen hebben die gescheiden zijn dan het landelijk gemiddelde, hè? Mm-hmm. Klopt inderdaad. Ja, en dan ben je vast benieuwd wat de oorzaak is. Ja. Ja. Ja, we zijn eigenlijk net mensen Schiedammers, hè? Ook zoals we hier zitten. Een van de oorzaken is eigenlijk, je weet, in de relatie heb je ups en downs. Iedere relatie heeft zijn eigen dynamiek, al onze relaties ook. Met je partner, met je buren, noem alles maar op. Je ziet vaak, het is belangrijk hoe je dan met stress omgaat in je relatie. En stresszorgen is een voorspeller van, hoe zit het met spanning in de relatie? En veel Schiedammers, ik werk veel in Rotterdam, zit ook veel op de rechtbank Rotterdam. Mensen wonen vaak klein, huizen zijn gehoorig, soms hebben mensen geld zorgen. Dat heeft allemaal impact op de relatie. En als je daar slecht over kan praten samen of moeizaam, of je hebt weinig privacy omdat je een aantal kinderen hebt in huis die heel laat naar bed gaan en je kan niet samen aan tafel zitten, dan is het eigenlijk een soort voorspeller dat de kans op een scheiding groter is, want er is meer spanning in de relatie. Oké, dus er zijn eigenlijk, in poker zeggen ze dan tells of cues, die mm-hmm. je kunt zien aan het gedrag of aan hoe je relatie loopt. Ja, en ook waardoor je weet dat je in de gevarenzone komt, begrijp ik dat goed? Heel goed, ja. En vooral hoe ga je om met die stress? Dus als je elkaar weer kan vinden en je kan erover praten samen, wat gebeurt er nu met ons? De relatie gaat schuiven, ik zit niet goed in mijn vel, dan kan je er samen over praten. En dan kan je ook samen bedenken hoe ga je er samen uitkomen. Maar soms hebben mensen zoveel stress. En iedereen gaat ook andersom met stress natuurlijk. De ene trekt zich terug. Of die gaat uit huis en heel veel hardlopen nemen. Dat zie je soms gebeuren in midlife crisis. Of mensen trekken zich terug in hun hoofd. Die gaan niet meer praten, maar het is zo vol met stress. Die kunnen het gewoon niet meer bijna uiten. En weer een ander die gaat naar de buurvrouw toe, bewijs van. Of ja. Naar de buurman toe. Maar ja. Dat is eigenlijk vluchten van. Ja. Je weet gewoon niet op dat moment hoe moet ik daarmee omgaan. Dat is nogal wat. Want dan vraag ik me direct ook af, maar hoe doe je dat dan? Zo'n gesprek aangaan met elkaar. Hè, hoe kun je, als je al in zo'n stressvolle situatie zit, mm-hmm. kun je er dan samen nog wel uitkomen? Of moet je dan eigenlijk iemand als jij of iemand anders erbij mm-hmm. halen om je daarbij te helpen? Je kan er zeker samen uitkomen als je merkt je relatie gaat schuiven. Of het gaat niet helemaal lekker, het loopt niet zo goed. Pak één keer om de zoveel weken of desnoods één keer per jaar een moment samen. Dat je denkt, nu gaan we zitten, hoe gaat het nou met ons? Los van de kinderen, waarom zijn we nog steeds bij elkaar? Waarom vinden we elkaar zo leuk? Wat maakt nou dat ik jou zo aantrekkelijk vind? Heel bewust bij stilstaan. En spreek het dan ook echt uit vanuit je hart. En niet bang zijn om de ander te kwetsen. Want ja. Zachte wonden, stinkende heelmeesters. Soms doen mensen heel lang iets niet zeggen om het allemaal niet te willen kwetsen. Ja. En dan komt die boodschap en dan komt die zo hard aan. Dus eigenlijk vind je mijn jaar al niet meer leuk. Oh, sorry. Geen probleem. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus dat zijn hele goede tips voor mensen die zelf door zo'n, mm-hmm. zo'n fase in hun relatie heen gaan. Ik denk dat het al misschien ontzettend oplucht om te denken, ja, dat heeft iedereen. Hè? En het zijn fases. Heel dus normaal. Kan ook weer voorbij gaan. Mm-hmm, maar als er nou kinderen in het spel zijn, hoe ga je daar dan mee om? Mm-hmm. Kinderen buiten de stress houden. Dus de kinderen zo min mogelijk laten merken van alle spanningen in huis. En zeker. Dus mooi weer spelen aan tafel? Soms wel eventjes. Ja, okay. Kinderen hoeven niet alles te weten wat in de relatie speelt. Kinderen hebben een oude kindrelatie en kinderen hoeven niet alles te weten wat op oude relatie gebeurt. Zeker als ik de stap mag maken naar scheiden. Mm-hmm. Wat moeten kinderen weten waarom de ouders gaan scheiden? Ja. Is dat kinderen hoeven niet alles te weten. En natuurlijk hoe ouder ze zijn, hoe meer je vertelt. Maar het stuk wat tussen ouders gebruikt of wie wat heeft uitgevreten in de relatie, wat niet aan de kinderen, ja, ik ben ook Schiedammer. Dus ook wat niet aan wat de kinderen ook eigenlijk niet aangaat, houd het alsjeblieft bij jezelf als ouder. Dat hoeven kinderen niet te weten.
Ja. Dat komt misschien later wel, als ze echt groot en volwassen zijn. Maar niet op het moment dat ze van 2, 3, 4 en nog thuis wonen of begin 20 zijn. Dat hoeft nog niet. Ja, als je dan, stel dat je dat advies nog niet gehoord had. Mm-hmm. En je was er wel gaan vertellen van, nou, maar papa heeft dit gedaan of mama, dat vind ik dat niet zo leuk. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan bij zo'n kind? Komt die in een soort van loyaliteitsconflict of zo terecht? Mm-hmm. Ja, dat kan heel goed gebeuren. Precies als je het op die manier vertelt, zegt dat de ene ouder goed of fout heeft gedaan. Dan kan een kind in het loyaliteitsconflict komen. Misschien goed om even uit te leggen. Ja, waarschijnlijk weet iedereen het wel. Maar ik vond het begin loyaliteit. We zijn toch allemaal loyaal, hè? Naar onze partners, naar onze ouders. Maar loyaliteit wil eigenlijk zeggen, loyaliteitsconflict. Een kind is van nature loyaal aan beide ouders. En die komt in een conflict als hij denkt, ik moet iets goed zeggen over de ene ouder. Maar daarmee voelt, ik doe de andere ouder iets tekort. Ja. En dat zit diep bij kinderen. Per definitie zit dat diep. En dat is alleen maar als kinderen bijvoorbeeld. Soms vragen ouders mij, stel ik de vraag. Hebben jullie al plannen gemaakt over de kinderen? Waar ben je het over eens? Nou, wij hebben bedacht, het is heel goed dat Sanne altijd mag aangeven bij wie ze wil eten, bij wie ze wil slapen. Dus helemaal op maat. Precies kan ze altijd kiezen wat ze wil. Dan denk ik, oh, alsjeblieft, doe dat niet. Ga als ouders in de regie. Bespreek samen wat je goed vindt. Natuurlijk luister je naar je kind, maar je kind beslist niet. Dan moet dat kind iedere dag kiezen. Wil ik vanavond bij papa of bij mama zijn? Die heeft het gevoel, ik moet kiezen tussen papa en mama. Ja. Als ik bij papa ben, doe ik mama tekort. En ben ik bij mama, doe ik papa tekort. Ja, en in die situatie moet je ze eigenlijk niet brengen. Precies. Laatste vraag. Er zit ook altijd een hele omgeving om zo'n echtpaar wat gaat scheiden heen. Hè? Buren, ouders, vrienden. Heb je nog tips hoe die mensen dat proces kunnen begeleiden of daar goed mee omgaan? Mm-hmm. Vraag ernaar. Hoe gaat het met je? Oh goed, hoe gaat het echt met je? Gewoon even erop doorvragen. Het is heel normaal dat je verdrietig bent. Als je wilt praten, kom naar mij. En oordeel niet over de vader of over de moeder. Wees er gewoon en goed luisteren wat het kindje zegt. Gewoon aandacht eigenlijk, zonder oordeel. Nou, dat vind ik een fantastisch advies. En daarmee sluiten we graag af. Dank je wel voor je komst naar de studio. Graag gedaan, dank voor de uitnodiging.